Goeiedag lieve mensen, we zijn vandaag zondag 25 oktober en ik zal voor jullie weer een weekboodschap trekken, dus voor de week van 26 oktober tot en met 1 november. En dit keer zal ik dit doen uit dit deck van Diana Cooper. Dus de Archangels Animal Oracle Cards. Dus we zullen alvast eens kijken welke weekboodschap we dus krijgen van de engelen voor deze week. En er is er al eentje uitgesprongen. En dat is deze. De dolfijn. Heel mooie dieren. Het eerste wat bij me opkomt bij deze kaart is hun vrolijkheid. Maar als je kijkt naar de dolfijnen, dan hebben ze zo altijd een glimlach op hun snoet. En ja, ik vind dat heel mooie, lieve, vrolijke dieren. Dolfijn. Leef met vreugde in het nu. Oké, dus dat is inderdaad dus wel een boodschap van vreugde. Dus het is belangrijk om in het nu te blijven. Dus dat we niet gaan voortdurend gaan denken aan ja, hoe lastig het verleden wel was en wat je allemaal meegemaakt hebt in het verleden. Oké, dat is lastig en dat kan je misschien niet ontkennen. Dat is heel moeilijk om te ontkennen wanneer je veel meegemaakt hebt en wanneer je misschien ook geleden hebt. Of wanneer anderen je niet zo goed behandeld hebben zoals je eigenlijk wel verdient. Dan is dat inderdaad ook heel lastig. Maar het is belangrijk om je nu te concentreren in het nu. En ja, te kijken wat er nu is in je leven. Daar tevreden mee te zijn. En ook door te gaan. Het is ook belangrijk om gegrond te blijven in het nu. Dus dat je niet gaat gaan piekeren of gaat gaan denken aan de toekomst. Je mag natuurlijk denken aan de toekomst en plannen maken. Maar meestal denken we aan de toekomst in de vorm van piekeren. Dus we gaan bijvoorbeeld gaan denken wat er nog kan gebeuren in de toekomst. Of het allemaal wel goed zal verlopen of alles wel goed zal gaan. Misschien denk je aan alles wat verkeerd kan gaan in de toekomst. Dat kan natuurlijk ook. En de boodschap is dus van deze dolfijn om dus vreugde te beleven in het moment waar je nu in bent. Dus kijk zeker eens om je heen en wees dankbaar voor alles wat er is. En ja, het is ook heel belangrijk om vreugde te beleven. In deze tijden is het soms moeilijk nog om vreugde te beleven, want ja, we moeten ons leven wel heel erg aanpassen. En ja, van alles die er nu ook gebeurt, dat is echt niet leuk. Het is lastig. Het is voor iedereen lastig. En ja, deze dolfijn heeft eigenlijk de boodschap om in het nu te blijven. En ja, om vreugde te beleven. Misschien moet je nieuwe manieren zoeken om, ja, om opnieuw vreugdevol te zijn. Meer genieten van kleine dingen in het leven. Genieten van een lekkere maaltijd thuis met je gezin. Of ja, andere manieren zoeken. Misschien kan je nieuwe hobby's zoeken waar je vreugde aan beleeft. Dus kijk eens ja, wat er echt wel bij jou zou kunnen passen. En leef in het nu. Stop met te denken aan het verleden en aan de toekomst. En ja, wees tevreden met wat je nu hebt. En geniet ervan van het leven. En probeer vreugde te brengen in je leven iedere dag. Dat is de weekboodschap voor deze week. En dan gaan we ook nog... dan ga ik ook nog drie keuzekaartjes voor jullie trekken. Waaruit jullie dan weer kunnen gaan kiezen. En jullie kunnen deze kaartjes kiezen ja, door te luisteren naar wat je intuïtie eigenlijk zegt. Zo, dat is kaartje nummer 1. Kaartje nummer 2 en nummer 3. Ik heb ze alle drie gekregen. Zo.
Dat is kaartje nummer 1. Dan hebben we kaartje nummer 2. En dan hebben we ook kaartje nummer 3. Dus kies nu het kaartje dat je het meeste aantrekt. En dat is dan de boodschap voor jou. Dus kaartje nummer 1, kaartje nummer 2 en kaartje nummer 3. Oké. Dus kaartje nummer 1 is deze. Ladybird. Dus het hemelbeestje, zoals wij het kennen, onze lieve heersbeestje. De laatste tijd heb ik er heel veel gezien. Ik weet niet of dit nu de periode is van de lieve heersbeestjes. Maar het viel mij op eigenlijk. Tijdens de zomermaanden heb ik er heel weinig gezien. En nu plots zitten weer heel veel, komen weer heel veel lieve heersbeestjes tevoorschijn. Accepteer geluk. En accepteer geluk. En meevallers ook. Good fortune zijn zo van die meevallers die plots onverwachte geluksmomenten. Het kan zijn, het hoeft daarom niet te zijn dat je de lotto gaat winnen of zo. Het kan natuurlijk. Het is ook een heel goede meevaller. Maar het kan ook iets anders zijn. Onze lieve heersbeestje dat vraagt eigenlijk om geluk te accepteren in je leven. Sommige mensen hebben het hier moeilijk mee, omdat ze denken dat het geluk wel voor anderen weggelegd is. En het is dan ook heel belangrijk om het geluk te vinden in een klein hoekje. Dat is ook een spreekwoord. Het geluk zit soms in een klein hoekje en dat is ook zo. Je kan dagelijks geluk beleven. Wanneer ik bijvoorbeeld in mijn tuin kijk en ik zie een vogel, een roodborstje die daar plots is, of pimpelmeesjes of zo, dan heeft het mij al zo'n geluksmomentje. Ik kan daar echt van genieten om naar die lieve mooie diertjes te kijken. Ook in de zomer, wanneer je plantje fantastische mooie bloemen hangt, dat kan ook zo een geluksmomentje zijn. Ook eens jezelf verwennen met een stukje taart of een tas koffie of thee, dat kan ook een geluksmomentje zijn. Er zijn zoveel geluksmomentjes. Een geluksmomentje van mij is ook 's avonds gewoon lekker in de zetel naar tv kijken. Dat is ook een geluksmomentje voor mij. Dus geniet van deze kleine dingen. Dat is zeker het geluk aanvaarden. En het vraagt, onze lieve heersbeestje vraagt ook om je open te stellen voor nog meer geluk. Misschien denk jij dat je het niet verdient, dat jij geen geluk verdient, maar toch is dat wel zo. Iedereen verdient geluk. Dus misschien moet je daar ook je meer gaan voor openstellen. En niet alles afwijzen. Of wanneer je bijvoorbeeld een mooie kans aangeboden krijgt, is het belangrijk om deze met open armen te aanvaarden en niet af te wijzen, omdat je bang bent dat het weer zal mislukken. Dus aanvaard het geluk en de kleine geluksmomentjes. En dat zal dan ook automatisch meer geluk voor je aantrekken. Dus dat is wat kaart nummer 1 zegt. Dan de tweede kaart is deze. Hyena. Hyena zijn zo'n beetje geniepige dieren, die zo in troep soms leeuwen durven aanvallen. Dus ook wel moedig als je een leeuw durft aanvallen. Dus we zullen eens kijken wat deze boodschap is. Durf verschillend te zijn. Dus de hyena, die vraagt je om het verschil te maken. Misschien denk jij dat je misschien een grijze muis bent of gewoon bij de massa hoort en niet zo speciaal bent. En degene wil je met deze kaart duidelijk maken dat je wel een duidelijke betekenis hebt in deze wereld en voor de mensen om je heen. Het hoeft daarom niet iets groots te zijn. Je hoeft geen minister of president te zijn of een bekende zanger of acteur. Jij kan op je eigen manier
echt wel een verschil maken in deze wereld. En misschien voel je dat je anders bent dan anderen. Dat is helemaal niet erg. Je hoeft je niet aan te passen om erbij te horen. Je bent wie je bent en God heeft je gemaakt zoals je bent en dat is helemaal goed. Het was de bedoeling dat zo iemand als jij op deze aarde kwam om je specifieke doelen te vervullen en waar te maken. Dus het heeft helemaal niet dat je anders bent dan anderen. En als anderen je daarop wijzen, dan is dat helemaal niet erg. Daar hoef je ook niet geen aandacht aan te besteden. Daar hoef je ook geen aandacht aan te besteden, bedoel ik. Wees gewoon jezelf. En dat is heel belangrijk. Dus dat is kaart nummer 2. En dan hebben we nog kaart nummer 3. Dat is een heel schattig biggetje. Zelfwaarde en zelfvertrouwen is heel belangrijk. En houdt ook dat zelfvertrouwen en heel, heb ook zelfvertrouwen. Het is soms moeilijk om het letterlijk te vertalen. Maar deze kaart gaat dus over, dus om zelfvertrouwen te hebben. En ook je eigen waarde te zien eigenlijk. Want het is ook soms moeilijk. Dat is iets waar heel veel mensen mee sukkelen, met het zelfvertrouwen. Want ja, geef nu toe in onze maatschappij. Dus we worden vaak gewezen op ons fouten en wat we verkeerd doen. Dat is soms zo bij onze ouders, dat is ook zo op school. Dat is ook zo bij onze werkgever, en dat is ook zo bij andere mensen. Dus al hetgeen wat je fout doet, dat wordt in een groot licht gezet. En hetgeen wat je goed doet, dat wordt soms vergeten. Dus vandaar dat, ja, dat we met de jaren dus minder en minder zelfvertrouwen krijgen. Waardoor het dus ook moeilijk is om in jezelf te geloven. En ja, zoals het biggetje is ook ondergewaardeerd. Een varken heeft soms een slechte naam. Het is een vies dier. Maar dat is helemaal niet zo. Kijk eens naar dit biggetje. Hoe mooi ziet het er niet uit? En hoe lief. Dus het is ook heel belangrijk om in te zien dat je het echt wel waard bent. En dat je echt wel een betekenis hebt. En ja, dat het heel belangrijk is om in jezelf te geloven. Want jij kan heel veel bereiken. Je hebt een enorme kracht in jou. Waardoor je echt wel vooruit raakt. En echt mooie dingen kan bereiken. Zoals je ook ziet hier is er even een blauwe roos aan het hartchakra. En ja, ik heb het gevoel dat dat dan ook een beetje jouw grote kracht is. Je hart, de liefde die in je hart zit. Hoe mooi is de liefde niet? Onze wereld heeft echt dringend heel veel liefde nodig. En misschien is dat ook je kracht. Met die liefde kan je heel veel bereiken. Veel mensen helen en helpen. En ook onze wereld heel veel liefde toesturen. Dus kijk eens in je hart wat daar te vinden is. En dan kan je ook misschien ook meteen je doel vinden. Dus geloof in jezelf. Je bent het echt waard om waardering te krijgen van jezelf en van anderen. En wanneer je ook jezelf waardeert, zul je ook rapper of vlugger waardering krijgen van andere mensen ook. Dus dit was de derde kaart voor deze week. Heel mooie boodschappen vind ik zelf. Heel mooie kaarten ook met de dieren. Ik hou heel veel van de dieren. Dus dit waren dus de boodschappen voor deze week. En ik wens jullie alvast een hele fijne week toe. En tot volgende week. Dag!